allemaal. Het is vandaag dinsdag 2 november 2018. Het is lekker prutsregen buiten. Ik ga even kijken of ik hier mee kan nemen. Ik kan zien dat het regent. Niet heel veel te zien, maar een beetje spatjes. Dus, maar goed, het belooft nog wel een aardige dag te worden. Ik ga zo postlopen. Ik wens je alvast heel veel kijkplezier. Ja, een hele goede morgen allemaal. Het is alweer 10:30. Ik moet haasten. Ik moet nog rondjes doen. Roos is al met post bezig. Maar dat wisten jullie al, want hij had geopend. Ja, hij kan het nog wel. Hij kan het nog wel. Ja. Ja. En ik ben gevraagd door Rijkie Sprant om binnenkort een leuke knutselvlog te maken voor kleine kinderen. Dus daar ga ik eens even op speurneuzen. En ga ik eens even kijken wat ik kan maken. Ah, oké, ja. Ja, ga ik eens kijken wat ik allemaal kan knutselen voor jullie. Leuke ideetjes opdoen. Maar ik heb een paar leuke ideeën. En dan ga ik dan denk ik een keer eventjes een weekendje opnemen. Als ik niet zo heel erg moe ben wat ik momenteel ben. Want ik ben momenteel echt gewoon moe. Dus ik slaap ook weer lekker veel. Hé meisje, ja we gaan zo lopen. En Anna mag dan weer lekker naar school. Ja, en de baas is ook nog even aan het werk nu. Zo, dat is al een schoen 1 die weer lekker vast zit. Dat is fijn. Zo, ik ben blij dat ik eventjes nog in bed ben blijven liggen. Ja, omdat ik het zeg. Het videomateriaal van gisteren moet hier er nog uit van deze camera. Ja. Ja. Maar het regent, dus ik neem jullie niet mee. Nee. Dus nu moeten jullie het even zonder doen. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga zo meteen even mijn haar fractioneren. En dan, ik ga nu eens lopen, dan ga ik mijn haar fractioneren en dan moet ik ook zo meteen weg. Ja, goedenavond allemaal. Het is alweer 6:15. Ik ga even mijn schoentjes aan doen. Ja. En dan ga ik mijn hondjes lopen en dan neem ik jullie even in mee. Ja. Dus ik ga dus even mijn schoentjes aan doen. Precies. Ja, en toen had ik dus mijn schoenen aan. Dat is leuk. Ja, zoals jullie weten, het is even nu donker. Heb ik dus meerdere heupgordels, riemen. Ik ga nu eventjes het broekje aandoen. Ja, en ik doe deze ook even om. Daar moeten ze ook mee leren. Ja. Echt wel. Ik ga dus deze aandoen. Yep. Want die vind ik toch wel wat makkelijker om even aan te doen. Ja. Ik probeer jullie even ergens neer te zetten, zodat jullie kunnen zien hoe ik hem zo meteen aandoe. Even kijken. Ja, zo. Ja. Dit is dus sowieso de achterkant met een rits naar boven. Hij is van Neva. En nee, ik word er niet voor gesponsord. Nee, totaal niet. Ik zou wel willen, maar nee. Even zoeken, kijken. Dan pak ik deze. Ja, het zit allemaal heel raar in elkaar. Deze pak ik dus.
Dus deze niet, maar ik heb hem wel vast. Het gaat om deze. En aan die kant heb ik er ook een. Hier doe ik dus mijn voet door. Zo. Doe ik deze ook. Wat stik idee. En dit is dan een soort van broekje. Ja. Alles even goed. Alles even zo. Kijk. Komt het dus zo erin. Ja. En ook zo. Is geen gezicht, ik weet het. Maar ja. Het is wel lekker om zo je handen uit te kunnen laten. Ja. En dan gaat de riem hier dus aan. Aan deze ringetje. Hier gaat de riem er dus zo meteen aan. En dan gaat er gewoon zo langs. Doe deze eroverheen. Het is nou helemaal geen gezicht. Kijk. Zo. Zo. Pak nou even de riemen. Deze komt dus hier aan. En hier zit dus een elastische lijn in. En hier heb je nog eens een keertje een handvat. Ja, ook altijd makkelijk. En wat ik dus al zei, die gaat dus zo meteen gewoon naar beneden. En ik heb daar geen last meer van. Nee. Zo. Nou meisje, kom eens hier. Kom in. Goed zo, grote meid. Keurig hoor. Wacht dan, ik krijg nog je halsband om. Ja, je halsband om. Zo, jij bent er alweer klaar voor, hè? Kleine, grote meid, kom. Hey, grote meid, dikke wikkel. Ja. Ga nog even uitrekken, hè. Wacht dan. Zo. En jullie gelijk aan de lep. Kom hier, kleine. En zo. Ja, wachten. Dus ik ga nu even met ze lekker naar buiten en ik neem jullie gewoon lekker mee. Ja, en als ik dus wegga met de hondjes, heb ik dus altijd een app aanstaan. Zodat ik dus kan zien welke ronde en hoeveel kilometer ik heb gelopen. Dus die laat ik ook even aan jullie zien. Ja, die laat ik ook even inderdaad even zien. De app die heet dus Eendomado. Ik weet niet, nee, hij wil niet scherp stellen. Rodding. Dat is dus deze. En die doe ik dan open. Nee, ik wil geen trainingen. Even terug. Heb ik hier dus wandelen staan. Nog nul. En dan doe ik dus op start. Ja, gewoon nu starten. En dan is hij dus gestart. En dan ga ik dus nu ook weg ook. Ja, doe maar. 1, 2. Ja. Goed zo. Nou, en zo ben je dus door de hondjes naar buiten lopen. Heen mee? Kom maar. Nee, deze kant op. Kom maar.
Nou, kan je weer lekker trekken, meid. Ja. Kijk. En ik heb mijn handen vrij, dus ik kan lekker vloggen nu wat ik wil. Zij loopt lekker een beetje rustig. Zij loopt lekker te trekken. Ik vind het helemaal niet erg nu. Nee. Nee, nee, door. Nee, nee, dames, door. Nee. Hallo. Oké, jij gaat aan die kant. Kom maar, kom. Kom maar. Goed zo, door. Goed zo, kom maar, door dames, door, kom. Kom, 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 kom. Voor. Kom maar, kom, 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 voor. Lovely, doe maar, voor, lady, kom, go, 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 doe maar. Ja. Yeah. Nee, nee, kom. Ja. Kom. Nee, we gaan nou niet graven werken. Kom. Go, go, go. Kom. Go, lof. Ja, go! 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 Go, kom maar. Go, kom. Nee, we gaan niet in die sleut. Sba. Door. Nee, dit is vies, hè. Dit is vies, dit is ba. En door. Kop. Kop. Kom, 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 go. Go, door. Door, hé. Hey. Nee. Handig even achter elkaar aan. Ja. Handig. En door. Go, 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 go. Go! Go! Kom maar! Kom maar! Kom, leed, door, kom maar! Goed zo, kom maar! Kom maar, kom, kom! Ja, kom, kom! Ga mee! Goed zo, kom maar! Nee, nee, kom, kom! En door! En door! En door! En door! Keurig! Door, kom. Kom, kom. Nee, kom. Door, kom, kom. Focus. Kom maar. Door, 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 door,
Go, go. Go. Ja, nou, ik was er weer nou net thuis. Ja. Ik heb lekker gelopen, moet ik zeggen. Ja. Ik weet nou niet of ik moet zeggen dat ik moet canicrossen, weet ik niet. Want eigenlijk vind ik niet in dat ik dat heb gedaan, maar ik heb wel een goede pas erin gehad. Ik heb 47 minuten en 25 seconden erover gedaan. Ik ga hem nu even op stop doen. Ik heb trouwens 4,38 kilometer afstand, dus 4 kilometer heb ik gedaan. En 387 calorieën. Gemiddelde tempo, dat is 10,49. En maximale snelheid, 17,74. Bijna 20. Lopend. Ja. Ik vind dat rapido hoor, ja. Ik vind het heel netjes. En dan ga ik dit nog even afdoen. Ja, en dan ga ik even kijken wat ik weer ga doen voor mezelf. Echt, hij laat echt alles vallen ook, hè. Ja, hij laat alles vallen. Het is toch hier nog een beetje donker, hoor, schat. Ik weet niet. Wat gaan we doen? Ja, graag, als je zou willen. Ja. Lijkt me handig. Ja. Ja. En, we moeten ook nog even wat doen, hè. Kijk, licht. Licht inderdaad. Maar dat mag jij doen, hè, dat weet je. Creatorstudio. Ja, dat is die. Ja, even kijken. Invalkaarten. Ja. Hallo, dat mag jij gaan doen. Ja. Ik er niet. Jij. Oh. Ja, ik er niet. Jij. Lekker. Ja. Jullie. Ik wil jullie nu al wel voor eens vertellen wie wij onder andere uit hebben genodigd op onze bruiloft. Dat was heel leuk. Sowieso komt de Hummeltjes op onze bruiloft. Ja, lekker dan. Rijkjesbrand. Yeah, dikke duim. Dat zijn eigenlijk de eerste twee daar waar we het zeker van weten die we komen. Ja. Ellen hebben we ook uitgenodigd, maar we weten nog niet of ze komt. We hopen het wel. Ja, vloggen met Ellen. Maar sowieso de Hummeltjes komen. Top. En Rijkjesbrand. Dus dat wordt leuk. En ze proberen dus met een groepje te komen. Die we dus ook al uit hebben genodigd. Zoals de band. Ook zijn we ook uitgenodigd. Yes. Dus nou is het even wachten van wanneer. Dus hè. De hele groep komt. Yep. Yep. Dus dat wordt leuk. Duimpje omhoog. Gewoon duimpje omhoog. Gewoon duimpje omhoog. En gewoon lekker abonneren. En dan het belletje aandoen. En dan commentaar doen. Ook leuk. En delen op social media. Instagram. Facebook. Twitter. Wat hebben we nog meer? Snapchat. Pinterest. Nee, dat en dat doen we nog niet heel veel. Waar kunnen we nog meer op knallen? Ja, je kan ons naam noemen op je eigen YouTube-kanaal. Dus gewoon op je eigen YouTube. Ja. Bedenk het maar. Doe het. Dat is leuk. Ja. Als jij het doet en jij vertelt ons weer ook in jouw vlog, dan delen we ook jouw vlog weer op onze social media. Hey. Win-win. Toch? Precies. Altijd weer leuk. Ja, en ik zal even met een... anders heb ik hier wel heel groot beeld. Ja, of ik wil heel klein beeld. Dat is ook leuk. Kan er meer op. Hey Harrit, klein beeld. Mag het wel. Of een heel groot beeld. Dat is ook leuk. Dat kan ik beter zien. Nou, als ik... 30%. Ja, dat kan ik even kijken. Ja, dan zie ik het niet meer. 30%. Nee, 35% nemen. 35? Nee, 40. Nee, 30, 40. Huh? 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90, 100. Ja, nou zie ik wat. Dus. Wordt leuk en gezellig. Ja, zie je zeker. Ik was hier. Maar dat zeg ik. Kijk, met deze vond ik ook leuk namelijk. De heks. De heks, oké. Okay. Die is leuk. Mama de heks. Gewoon die als leuk idee voor Karin, maar wat.
De heks. Zie. Ja. Mensen, we gaan onze vlog afsluiten. Ja. Het is al 18 over 12. En ik moet nog eten. Ja. Hoi. Hey. We gaan daar eens lekker. We gaan onze vlog afsluiten. Vind je deze vlog nou leuk? Doe vooral een blauw. Ja, zo. En daar blijf. Ja, echt hè? Een blauw duimpje. Een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Doe ook vooral een belletje aan als je op de hoogte wil blijven van al onze leuke dingen die eraan komen. Rijkiesbrand heeft ook gevraagd of ik een leuke knutselvlog wil maken voor de kleintjes onder ons. Zoals voor de hummeltjes misschien ook leuk. Voor de kleintjes en voor de Matthias en Joshua ook leuk. En voor de dames zoals Deborah ook leuk. Dus ik ga een leuke knutselvlog binnenkort maken. Misschien ook samen met Roderick erbij. Dat hij ook weer wat leuks heeft in zijn gedachtegang. Dus blijf ons in de gaten houden. En laat een leuke reactie achter. En heb je ook nog leuke ideeën? Laat het sowieso weten aan ons. Ja. Want we doen daar weer wat mee. Precies. Dus dank jullie wel voor het kijken. Ja. Dank jullie wel. En dan zeggen we weer tot morgen. Doei.